Twitter en andere sociale media. Kijk, wordt het hier geframed alsof de mainstream linkse journalisten deze man eens even onderuit wilden schoffelen. Nou, daar gaat het ons helemaal niet om. Voordat we nog meer naar jullie gaan luisteren en jullie momenten uit de media, heb ik eerst contact met NRC-journalist Joep Domen. Want u hoorde het net in het nieuws. Verkenner Gom van Strien legt zijn taak als verkenner dus neer. Goed en wel voordat hij officieel is begonnen. En dat heeft alles te maken met een publicatie van onder meer Joep Domen, journalist dus bij NRC. Joep, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ook tuig van de richel. Ja, allemaal. Een grote tuigzooi hier. Ben je verbaasd over die stap, gezien eigenlijk zijn uitgesproken reactie gisteren, waarin Van Strien alles wegwimpelde? Ja, dat was zo. Maar ik denk dat ik was zo ongeveer de enige journalist die hem in het begin nog aan de lijn had. Daarna heeft hij dat allemaal niet meer gedaan. Maar ja, dat was, ik denk, gewoon een reactie die je zou kunnen verwachten. Je wordt geconfronteerd met iets en dan zeg je van ja, het is allemaal niet waar enzovoort. Maar als je naar de feiten kijkt, hè, er ligt ook een vonnis, een kort geding. Als je dat vonnis even de-anonimiseert en je ziet waar Van Strien staat onder het vakje naam 2... en je leest wat de rechter al bekeken heeft, dan weet je dat er wel iets aan de hand is. En dat weet hij natuurlijk ook. Ja. Want wat is dat dan? Nou, waar het over gaat. Ik zal even uitleggen waar het over gaat. Het gaat over Utrecht Holdings. Dat is een dochteronderneming van de Universiteit Utrecht en het ziekenhuis UMC. Hou in de gaten, dat zijn dus publieke instellingen. Het zijn rijksuniversiteiten, waar allemaal publiek geld. Nou, die Utrecht Holding, dat is dus een onderneming die geld in het laadje moet brengen door spin-off bedrijven. Die dus ontdekkingen van de universiteit beheren. Om die spin-off te verkopen. Nou, en dat hij was directeur van die Utrecht Holdings. Tot 2009, toen kreeg hij een opvolger. En wat nou, daar kwamen signalen eigenlijk al in november 21 binnen bij Utrecht Holdings dat er onregelmatigheden waren rondom investeringen met enkele van die spin-off bedrijven. Nou, toen is er een onderzoek gedaan door Deloitte, dat is accountantskantoor. En een jaar later, in november 22, hebben die rapport uitgebracht. Nou, dat rapport was aanleiding voor de universiteit, eigenlijk dus Utrecht Holdings, om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Dat is in maart dit jaar gebeurd. En toen hebben ze ook een persbericht uitgegeven. En in dat persbericht zeiden ze dat 2 medewerkers en 1 oud-medewerker van Utrecht Holdings verdacht werden van oplichting en omkoping. Zo stond het er. En wat ze niet gedaan hadden, waren de namen noemen van die betrokkenen. Ja, ja. Nou, wij kwamen er nu achter, dit weekend, op zaterdag, dat de oud-medewerker Gon van Strien was. Ja. Na een tip, ja. Neem ik aan. Uiteraard. Ja. En waar kwam die tip dan vandaan? Ja, luister, ik ben thuis van de richel, maar dom zijn we niet. Nee, maar ook een tipgever heeft natuurlijk ook belang, hè? Dus ik neem aan dat je daar wel ook rekening mee houdt. Kijk, er waren natuurlijk in Nederland heel veel mensen, of heel veel weet ik niet, maar er waren nogal wat mensen die wisten dat achternaam 2 van Strien thuis hoort. Nou ja, dat was dat proces liep. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte in onderzoek. En dan gaat de Rijksrecherche kijken, want waren toen ambtenaren. Nou, dus dat loopt allemaal. Maar toen zij hoorden, deze mensen, dat notabene deze meneer ook nog door de heer Wilders gevraagd was om verkenner te worden en de nieuwe politiek in dit land vorm te gaan geven in een nieuw kabinet. Ja, toen hebben die zich ook achter de oor gekrapt en zei, ja, dat moeten we toch eigenlijk in Nederland weten, wat de geschiedenis van deze man is. Ja. Nee, precies, en dan ga je het uitzoeken en dan zie je ook dat je even voorbij eventuele politieke sentimenten tot deze feiten komt. Daar ging het mij even. Ja, want daar gaat het. Kijk, dit wordt, als je naar Twitter en andere sociale media kijkt, wordt het weer geframed alsof de mainstream linkse journalisten deze man eens even onderuit wilden schoffelen. Nou, daar gaat het ons helemaal niet om. Of de man nou van welke politieke kleur dan ook zou zijn. Het is gewoon van belang in Nederland wat we weten. Nou, het is gewoon terug te vinden, toch? Op de rechtspraak. Alleen, wat is het bij vonnis.nl? Zeker. En dan naam 2 eventjes daarachter kijken, dan zie je Van Strien. Ja. Heb je Van Strien nog gesproken? Want ik begreep dat hij 2 keer gebeld heeft vanochtend. Ja, ik had 2 gemist oproepen. Ik zat bij de dokter voor de jaarlijkse check-up. Als je ouder wordt, dan krijg je elk jaar een check-up. En terwijl ik daar zat, had hij gebeld. En dat was iets voor 9 uur. En ik weet niet hoe laat van wanneer was het persbericht. Het was iets na 9 uur. Ja, precies. Okay. Nou ja, ik weet niet wat hij nog met mij had willen bespreken, hoor. Maar ik zal hem terugbellen en misschien dat hij opneemt. Goed.
Joep, dankjewel dat je even nog wilde toelichten. Joep Domen was dat. Ja, Bart Wijndels, jij zei ook al meteen van dit wordt natuurlijk getipt. Ja, ja, zo, dat, Joep heeft het heel netjes uitgelegd. Ja. Zo werkt dat dus. Die, ja. En dan is het, hadden we het nu nog niet eens met hem over, maar het is ook op een gegeven moment een strijd. Hè? Wie is als eerste? Dat wordt natuurlijk aan meerdere media getipt. Ja, ja, dan heb je haast ineens. Ja, dan krijg je in één keer dat journalistiek. Maar goed, dit is de rol die Frank van der Linden de media op zich moeten nemen. Want als ik kijk nu naar de apps die binnenkomen, Tribal Media, wat zijn we allemaal weer zielig. Iedereen noemt zichzelf journalist. Ja. Het zij zo. Comes with the job, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. Dit soort beschuldigingen erbij. Nou, nu. Het is wat we de afgelopen campagne gemist hebben. Dit type journalistiek. We hebben in ieder geval heel weinig onthullingen gezien. Heel weinig echte research die op een vruchtbare manier werd vertaald in interviews. Daar valt heel veel over te zeggen. Maar hoe ligt dat beginnen? Toe? Want dat is ook volgens mij jouw mediamoment, toch? Dat jij daarbij stil wil staan. Mijn mediamoment is een column van Lieke Marsman, voormalige dichter des Vaderlands, met de kop de NPO, jij, collega Plag, ja. heeft Wilders Salon veeg gemaakt. Maar ik ook, en Bart en anderen die deelnemen aan NPO-programma's. Een citaat. Toen de campagne losbarstte, bleek dat de kiezers, nee, ik moet zeggen, talkshowredacties inhoud best een beetje saai vonden. We kregen een oeverloze herhaling van campagneslogans met af en toe een vleugje standpunt. Kijk, er zijn alle kritische kanttekeningen te plaatsen bij wat we gedaan hebben, pluralis majestatis, maar zo'n sweeping statement vind ik de NPO onrecht doen. En dat vind ik ook redelijk onbegrijpelijk van haar, dat ze het zo algemeen formuleert. Want ja, daar zijn NPO-programma's in soorten en maten en kleuren en tinten. En enfin, ga maar door. Neem niet weg dat wij hier natuurlijk aan tafel ook veelvuldig hebben gesproken over de meningen aan de tafel van talkshows die tegenwoordig ook nog wel eens met feiten worden verward. Dus ja, helemaal uit de lucht vallen komt dit niet, nee, toch? Nee, ze heeft wel gelijk als ze zegt dat er te weinig factcheckers achter die tafel zaten die bijvoorbeeld konden ingrijpen door op een rode knop te drukken en te zeggen, hey, wacht even, wat Wilders hier beweert, dat is gewoon feitelijk incorrect. Ja. Dat zijn dingen waar we over moeten gaan nadenken, maar waar we nog veel meer over moeten nadenken is de vraag of het interviewgenre, hoor wie het zegt, nog wel geëigend is als het gaat om het aan het licht brengen van wat politici doen en laten, voelen, voornemens zijn, et cetera. En ik denk dat we onszelf daar hele grote vragen over moeten stellen. Er is onvoldoende diepgravend, onthullend geïnterviewd. En als je ziet hoeveel interviews er zijn afgenomen en hoe weinig die aan het licht hebben gebracht. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.